Het navigatiesysteem maakt gebruik van GPS, Global Positioning System. En daarmee wordt je plaats op aarde bepaald. Maar ja, hoe werkt dat nou? Stel, dit is de aarde. In de ruimte zweven 30 van dit soort satellieten op 20.000 kilometer hoogte. Als jij je navigatiesysteem aanzet, dan ontvangt die een signaal in de vorm van radiogolven van de dichtstbijzijnde satellieten. En dat gaat echt razendsnel, hè? In minder dan 0,1 seconde. En dat signaal wordt ook opgevangen door één van de 5 controlestations op aarde. Die controleert of het signaal klopt en als het nodig is, dan past hij het ook nog aan. Maar hoe weet je navigatiesysteem nou waar je bent? Die GPS berekent heel nauwkeurig de afstand tot de satelliet. Maar vervolgens weet hij nog niet waar op aarde je ten opzichte van die satelliet bevindt. Ben je rechts van de satelliet? Ervoor? Links van de satelliet? Of erachter? Hiervoor heeft hij nog de afstand nodig tot 3 andere satellieten. Pas dan heeft hij genoeg informatie om heel exact 1 punt te berekenen dat voor elke satelliet klopt. En dat punt, dat ben jij. Maar je locatie is niet het enige wat je navigatiesysteem weet. Het weet ook precies hoe hard je ergens mag rijden, of het eenrichtingsverkeer is, wat de straatnaam is, etc. En dat komt door dit soort auto's. Die rijden rond met allerlei apparatuur. 360 graden camera's, GPS en zelfs hele computers. De camera's op het dak die leggen echt alles vast. Drempels, verkeerslichten, maar ook de verkeersborden. En alles geeft hij door aan de computer. En zo kan ik dus nu tijdens het rijden ook op dit beeldschermpje zien waar ik rijd. Dat is toch grappig? Als je navigatiesysteem weet waar je bent en waar je naartoe moet, kan hij razendsnel de route voor je berekenen. En daarbij houdt hij rekening met wegwerkzaamheden, files, ongelukken en zelfs het weer. En die informatie krijgt hij niet alleen van speciale auto's, maar ook van camera's boven de weg, van hulpdiensten zoals politie en brandweer. En ook van andere navigatiesystemen die op de weg zijn. En al die informatie wordt verzameld hier in het verkeerscentrum. Kijk, en hier zie je de actuele verkeersinformatie van Amsterdam. Kijk, die oranje stukken, daar wordt niet zo lekker doorgereden. Die rode stukken, daar staat het stevig vast. En dit zijn allemaal wegversperringen. Deze informatie komt niet van de meetauto, maar eigenlijk van alle navigatiesystemen. Die sturen hun snelheid door. Die informatie wordt verzameld, wordt een berekening op losgelaten. Ja, en zo weten ze dus waar de files staan en waar je lekker kan doorrijden. Ja, en die informatie gaat ook naar de radiostations. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Gouwen en het Malieveld. 30 kilometer file. Den Haag. Wie moet er ook naar Den Haag? Ik bedoel, Amsterdam moet je zijn. Daar rijdt het lekker door. Oh.